Schiet op. Kut laptop. Tjonge jonge. Wel zin in vandaag weer. Gisteren helaas uitgeschakeld in de League Cup. Dat is jammer. Maar goed. Het is niet anders. We gaan vandaag gewoon weer vol goede moed. Het tegenaan. We moeten tegen Notts County zo te zien. En mijn laptop, YouTube, heb er geen zin in vandaag. Kom op YouTube. Zo kan ik toch niks instellen. Hoe moet ik nou in godsnaam zoiets gaan instellen? Als hij het niet doet. Juist, dat gaat niet. YouTube heeft er geen zin in, jongens. Hij wil mijn stream niet openen. Duurt lang. Duurt eeuwen. Ja, kan er ook niks aan doen. Oh, nou is hij er eindelijk. Yay. Yo, Sebastiaan, alles goed, man? We gaan zo beginnen, hoor. Huppatee, dat is klaar. YouTube wilde niet meewerken net. Helaas. Doei, tot morgen. Geen idee, man. Hup, die moet aan. Want je gaat nu alweer weg, begrijp ik. Yo, Damien, alles goed, man. Yo, Casper, alles goed met jou? Even kijken hoor, we gaan met ons B11-tal beginnen vandaag. Hoppatee. Waarom ook niet? Ik hoef geen vrijballen te nemen, zo geen zin in. Wat heb je gedaan dan, Damien? Nou ben ik wel benieuwd. Je zegt, ik heb iets superleuks gedaan. Zegt dan ook wat je hebt gedaan. Nu is iedereen benieuwd, iedereen wil het weten. Laat ons niet langer in spanning. Zal ik het ook niet doen. Gaan we gewoon lekker beginnen vast. De wedstrijd tegen Notts County. En het gaat de laatste tijd niet zo heel soepel, jongens. We scoren weinig. We verliezen wedstrijden. Tegen West Bromwich Albion gisteren. Penalties verloren. Dus we liggen uit de League Cup, helaas. Europa League gaat ietsje beter. We staan er nu wel weer aardig voor naar gisteren. We hebben gewonnen van Lyon, dus dat is mooi. Nieuw tenue gekocht van Feyenoord. Kijk, dat is wel leuk. Ja, uit of thuis, man. Kijk, dit is een goede paas. En 1-0. Ja, gelijk 1-0. Bam, lekker. Goed bezig.
thuis. Mooi man. Ik had ook thuisshirt thuis tenue gekocht. Voor mijn zoontje dan in dit geval. Die is 3. Dat is een heel klein tenuutje. Dat is wel schattig. En jullie het verrot, maakt het uit. Nou, Isaac. Gooit er gelijk een tweede in. Oh. Goeie kans, man. En dan schiet hij hem er niet in. Wie komt er kort? Til komt kort. Wie gaat er schieten? Zenteno. Nee, helaas. Heb je nog laten bedrukken ook, of dat niet? Heb je DJ achterop gezet? Nou, Til, schiet de man. Ah, schiet tegen iemand aan. Schiet altijd tegen mensen aan. Dan staan ze een halve kilometer bij vandaan. Nog schiet je hem er tegenaan. Heb je eigen naam gedaan of heb je spelen gedaan? Til loopt goed vrij, maar die bal is te hard, jongens. Ja, ik wou net zeggen. Het uitshirt van Ajax gekocht. En heb je hem ook laten bedrukken. Ja, het wordt toch Pepe nu. Die is het beste. Ook kan hij er niks aan. Eigen naam. Ah. Het is populair tegenwoordig, hè? Eigen naam. Ik heb bij mijn zoontje ook gedaan hoor. Gooi zijn voornaam erop, hoppatee. Nummertje 3, omdat hij 3 jaar oud is. Nou, kom op. Speciaal voor Harm. Nee! Oh man! Die rebound ook gewoon echt niet erin, hè? Oh, doe maar. Die laat zien hoe goed je kan ingooien, man. Hoep, zo er voorbij. Kijk eens even hoe lekker. Nou, schiet hem er dan in ook. Jongen. Ja, moeilijke hoek ook, hè. Dat is zelfs zo. Til komt weer kort. Goeie voorzet? Nee, geen goede voorzet. Vind je het uitshirt minder mooi? Ik vind hem wel mooi op zich eigenlijk. Wat heeft Ajax eigenlijk voor uitshirt, Kasper? Wat voor kleur? Ik ben het even kwijt, man. Jij weet het. Je weet het, want je hebt hem gekocht. Nou, nu maar weer gewoon een keer een normale corner. Ook niks. Blauw. Vorig jaar hadden ze een beetje zwart-blauw, volgens mij. Hè? Wat was het nou? Nou, zwart of heel donkerblauw of zo. Oh nee. Oeh. Zwart. Wel met blauw erin, volgens mij. Hè. Kopen jullie elk jaar een shirt of dat niet? Nu gewoon toevallig. Isaac. Ja, Moa. Isaac, jammer jongen. Dat een goal verdient, het lopje. Gelukkig wordt het alsnog afgemaakt. Moaatje scoort. Speciaal voor Sander, jongens. Dat je bijna jarig bent. Ik denk dat any football fan will say. Ja, mooi verjaardagscadeau. Eerst een neppe. Zo'n Turkse namaak of hou een shirtje met een embleem erop of zo. Hop, 3-0. Keeper laat alles los, jongens. Was wel lekker. That was that team at their very best, Alan. Well, talk about luck. The keeper makes a good save, but straight into the path of the attacker. Well,
En echt, ja, Kasper, dat snap ik. Maar Damien die zei dat hij eerst een nep had. Toen Barrett gekocht, ja, precies. Dat bedoel ik, als je in Turkije of zo op vakantie gaat, dan ga je daar zo'n markt toe. Ik heel het voetbalshirts kopen, maar die zijn altijd nep. Sommigen zien er wel redelijk echt uit, man. Zelfs met labels en alles. Nou, laat die me voorgeven. Was in Nederland. Ja. Volgens mij mogen ze geen Feyenoord shirts meer verkopen, man. Alleen nog maar in de fanshop. Verder nergens meer. Daarom zijn ze ook zo achterlijk duur. €90. Kom op, zeg. Hoe duur is een Ajax shirt, Kasper? Zijn die ook €90? Zal haast wel. Here's a chance to attack. Robert Nilsson. Lekker til. Oh, pak hem nou, man. Ja, goed. €90, ja, dat bedoel ik. Wat een geld, jongens, voor een shirtie. Promising build-up. Een paar jaar geleden waren ze nog 65 of zo, volgens mij. 3-0 is de scoreline at this point. Of ik denk dat het van Persie komt. Het ligt een beetje aan Fenerbahçe, man. Of hun nog een spits gaan halen. Als hun nog een andere spits gaan halen, dan denk ik het wel. Dan doen ze hem gewoon weg. Omdat hij dan te veel geld kost aan salaris. En dat doen ze hem gewoon gratis weg. Maar ik denk niet dat Feyenoord echt veel geld voor hem gaat betalen. En terecht ook. Hij is 33 of zo. Dus er kan één, misschien hooguit nog twee jaartjes mee. En vermogen aan salaris. En we moeten maar afwachten of hij nog een beetje fit is en blijft. Ik zie hem graag terugkomen hoor, zo is het wel. Maar niet ten koste van alles, zeg maar. Yo, loco is het. Ik krijg geen meldingen meer binnen. Til, kom op, man, Til. Ja, Ireno, heb je al een poosje gemist, man. Gisteren, eergisteren. Waar was je? Til. Je hebt ze aanstaan. Wat je nog eens kan checken is, je hebt gaming.youtube.com. Dus moet je eens checken of die daar ook aan staat, man. Een broekje voor maar €40. What the fuck, man. Die broekjes die stellen echt gereed voor. €40 is echt een taai geld voor een voetbalbroekje. Oké, het is geen 90, maar het is echt een taai geld. Nou, nog een paar sokken erbij. Ik ben gewoon bijna €150 kwijt voor het tenue. Kom op, Til. Jongen, 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 man. Kom op, die is voor Til. Oh, verlengd. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Geen 3-0. Geen 4-0 bedoel ik. Very good football here. We've still got 30 more minutes to go and routine for the keeper. Ik krijg geen meldingen binnen, maar ik had het ook druk. Ja, kan gebeuren dan. Maar als je meldingen wil krijgen, je kan even op gaming.youtube.com kijken en dan even mijn kanaal opzoeken, kijken of het daar wel aan, of het daar ook aan staat. Want daar kan het dan liggen, blijkt, schijnt. Heb ik wel eens gehoord. Ja, dit loopt lekker. Nou, Oudu Amadi. Schiet de man. Godsamme. Probing away. Trying to find room for a shot, maybe.
Nee, komt er niet langs. Kom op, goede paas. Nee, jammer. Lekker Til. Til is boos. Oh, de Maar die gaat over de knie. Jammer. Shit, komt ook niet. Hewitt. Sander komt wel terug. Tuurlijk komt Sander terug. It's good work between these two. Sander kan toch niet zonder ons? Wat moet hij nou zonder ons? Attacking now. Nou, kom op. Ja, die Til, jongen, echt. Ga echt de sportschool in. Er wordt 3 keer zo breed als dat je nu bent. Got a corner out of that. A bit lucky. It was deflected. Je mist Sander en Job. Job was er laatst wel eventjes. Het was vrijdag volgens mij was dat. Substitution that the home side want to make. Kom op Moa. Kom op. Leg hem op Oduwamadi. Godsamme. Ik gun hem echt die goal, jongens, maar hij wil gewoon niet. Oduwamadi wil gewoon niet scoren. Kan er ook niks aan doen. Rip geld voor voetbal te duur, ja, dat snap ik. Nou, Moa. Oh, Isaac. Ja. 4-0, eindelijk. Wanneer Sander terugkomt, ja, volgens mij gaat hij een week. Dus dan zal hij woensdag of zo weer terug zijn, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Ik zou het aan hem vragen, maar ik ben het vergeten. Ik heb niet meer gesproken. Sparta tenue, zijn die ook zo duur? Favorite in a match can weigh heavily, expectation and all that. It's not a problem for this team, is it? No, I think their manager will be delighted because they've not taken it in. Nou, het zit erop, 4-0 gewonnen. Lekker. 4-2, but a diamond shape. And he could get away here. We hebben 8 likes zo te zien. Dat gaat goed. Hebben jullie allemaal geliked, jongens? Ons even doen. Word ik blij van. Eens kijken, wie is de man of the match? Moa is man of the match. Kan het nou, Moa? Jongen. Ik zal even een fotootje maken voor Sandy. Dan weet hij wat hij mist. Hoppatee. Fotootje voor de moderator. Eens kijken wat we nu gaan doen. Tegen wie we gaan voetballen. The Football Association Challenge Cup. Bristol Rovers. Wil je nog wat leuks te melden verder? Crew Alexandra 1. We gaan trainen, dat gaan we doen. Notts County 0, Portsmouth 4. Rotherham United 2, Morecambe 0. Even kijken hoor. We gaan even een hele nieuwe training maken, jongens. We gaan die Til, die gaan we trainen. Beat your man, dat kan hij wel gebruiken. We gaan Chaplin trainen op. Kom op
die. We gaan Dowell trainen op. Iets met passer, ja, doe die maar. We gaan Letson trainen. Maar op die. En we gaan Van Drongelen trainen. Of Oxford, nee, we gaan Oxford trainen. Hoppatee. Je hebt wat te melden. Nou, kom erop. Let me know. Ik ben een en al oor. Nou, oog in dit geval, want ik moet het lezen. Hebben jullie al geliked op zijn video's? Doe het snel, want je bent niet binnen 2 seconden doet, dan heb je over 48 uur geen leven meer. Nou, dat lijkt me wat voorbarig, maar bedankt wel. Oh, wat gaan we nou dan weer spelen? Oh, dit is de Josti Cup. We gaan de Josti Cup spelen, jongens. Ja, dat is wel een probleem. Want hierna moeten we Europees. En daar wil ik dit team toch wel voor bewaren. En deze zijn allemaal moe. Oké, we gaan echt. In de Josti Cup gaan we een Josti team opstellen ook. Kan er niks aan doen. Hamer erin. Abora erin. Die kan er op rechts. Oh, die Hans. Oh, nee, Bakker, die kan wel op rechts. Hansson mag op de bank. Even kijken hoor, verdedigers. Wie is er verdediger en speelt nooit? Bijna niemand. Terwijl jij ook maar centraal, hebben we nog een nutteloze rechtsachter. Jij, we hebben nog een nutteloze linksachter. Zet maar een andere keeper in. Ja, keepers die zijn nooit moe, man. En iemand moet ons op de... Ik kan toch niet zonder mijn aanvoerder? Iemand moet ons op de been houden, man. Dat kan niet anders. Keeper moet erbij blijven. Jij. Jij hebt nog wel een aardige rating van 59. En nog maar een verdediger. We hebben geen verdedigers. Nou, dan geen verdediger en dan doen we gewoon een aanvaller. Maak het ook uit, jongens. Ja, 58. Hoppatee. Je wil rust. Jongen, jongen, man. Wat heb ik nou aan jou? Nou, dan zetten we deze erin. Zet ik mijn reservekeeper erin. Hoppatee. Speciaal voor jou, man. Je krijgt rust. Ireno Bijlo. Kom op, neem een vrije trap, jongen. Je kan het. 1-2, hoppatee. Kijk eens, wereldvrijbal. En dan gaan we beginnen tegen Southend. De Josti Cup en de Josti elftal. Ik ben benieuwd. Goeie bal, man. Dit is wel beter. Yo, Leonard. Alles goed, man. Don't see it quite so often these days, but kom op, man. Pak die bal. And, really capable of causing problems here today. Schiet hem erin. Ah, hoe mis je die nou? Echt, ik zei het toch. Josti elftal was dit. Ik zweer het. Die Vente die kan er echt niks aan. Hij heeft vandaag wel gescoord, hè? Heb je dit gezien? Kramer, Vente en Tapia hebben gescoord vandaag. Good strong tackle. Nou, kom op. Pak die bal. Leonard. Lekker. Lekker.
Nou, vet schiet hij er dan in. Jongen, man. Kijkt vanaf de tribune. Ja, dat lijkt me het beste. Wie? Schiet hem er nou in. Op de paal. Kom op nou zeg. Jongen. Zoveel pech in mijn leven. Hoe kan dat nou? Nou, kom op Vente nu dan. Weer niet. Goed teruggelegd dat er weer wel. En die wordt ook weer aangeraakt. En weer niks. Kom op. Echt, die mensen komen inlopen. Maar je kan er nooit uithalen met ze. Vente verdedigt mij terug. Goed bezig, jongen. Wie is het buitenspel? Ja, die Vente die kan er echt helemaal niks van. Ik zweer het je. In dit spel, het is echt een drama. Ik hoop dat hij het echt beter is, man. Ik moest hem per se huren van iemand. Nou, bedankt. Hij heeft wel gescoord. 1 of 2 keer inmiddels. Maar ja, als je ziet hoeveel kansen hij verprutst heeft, is echt niet normaal. Yo, Jochem, alles goed, man. Oh, is dit een corner? Ah, shit, man. Echt die bal. Goeie keeper, hè? Een reservekeepertje. Wie? Nee, Smit. Geef een goede voorzet, man. Nee, Smit. Nee, geen goede voorzet. Op rechts. Nu dan? Nee, ook weer niet. Nice. Dit elftal is niet zo nice, Jochem. Ja, goed, het is ook een of andere kutcup. Alleen de League 1 en League 2 doen hier aan mee. Ja, panel. Hoppatee. Penalty. Wel praten, ik praat de hele tijd, man. Ik praat altijd. Vente de penalty zelf nemen? Ik vrees dat hij nog de beste is ook. Ja, laat het maar nemen ook, jongens. Waarom ook niet? Kom op, schiet hem er nou wel even in, jongen. Kijk, die schiet hij er wel netjes in. Zo is het eerlijk. Hij schiet hem er netjes in. Kijk, hard, laag in de hoek. Bam. Pakken. Leonard. O'Neill. Oh. Op. Hebben. Lekker. Kom op, Abora. Jij bent de man met de ervaring vandaag. Op Smit. Smit. Die bal die stuit het net niet goed hoor. Hij blijft aan de bal. En hij schiet hem ernaast, natuurlijk. Kunnen ze zonder jou als aanvoerder? Nou, dat moet blijken, man. Maar tot nu toe gaat het redelijk. Staat in ieder geval voor. Kom op. Ja, rot op, man. Scheids met je vrije trap. Jongen, man. Ik ga de keeper ondersteunen. Nou, niet nodig. Oh, wat doe ik nou? Of ik Sander mis? Tuurlijk, man. Of kan ik hem nou niet missen? Hij is de spil van dit kanaal. Zonder hem ben ik niks. Dat zie je wel weer. We hebben maar 7 kijkers en niemand zegt wat. Nou, dat is niet waar. Maar het is vrij stilletjes in de chat, jongens. Hebben jullie niks leuks te vertellen? Nou, cornered. Och, Vente, man. Kom voor je, man.
trying to find a way through here, probing away. Wordt helemaal dol getikt. Toch niet. Well, they passed their way up into a good position here. And then just lost the concentration, lost the ball as well. Hebben man. Oh shit. Hey Sander. Lekker man. Iedereen vraagt wanneer je weer terugkomt. Wanneer kom je terug? Ik zal harder praten. Iedereen wil weten wanneer je terugkomt. Well, there's still time to hit back in this game and they're going to try and do it with a substitute. Hij heeft wifi in zijn huisje, Jochem. Daar was hij wel blij mee. Oh, Miguel gaat ervoor, jongens. Oh, Miguel. Ja, vrij trap. En we doorlopen, Miguel. Huppatee. Nou, Neeswit. Goeie voorzet. Ah, hij komt er in ieder geval voor. Pak die bal. Nee. He's whacked that away, out of play. Je bent aan het wachten op eten en heb geen wifi. Nou, lekker dan. Dan gaat je data, man. It's Smith. He's pitched it back again. Moa is held, ja. Twee goals, man. Isaac ook. Later, man. O'Neill. Leonard. Oh. Really strong tackle and the ball's gone out for a throw. O'Neill. Wordt wel een beetje klef op deze manier, hè, Reno. Change of possession here. They're looking to make the change now as quickly as possible. Nee, op rechts. Ik douw dat stikje toch naar rechts, jongens. Lekker Abora. Op rechts, Vente, helemaal vrij. Vette schiet hem er nou in, jongen. Ah, die wordt aangeraakt, zeker. Op, Abora inspelen. Abora schieten. Ah, jammer. Kom op. Smit, kom op Smit. Laat nou eens zien waarom je altijd op de bank zit. Abora, oh, wat een slecht schot van Abora. Jongen, jongen, niet normaal. We gaan even wisselen. Iedereen is half dood hier, oh. Even kijken hoor. Ik wil die nieuwe buitenspelers gewoon eens even proberen. Waarom ook niet? En we zetten Hansson gewoon in de spits. Maak het uit, jongens. Hoppatee. Daar gaan we. Probing away, trying to find room for a shot maybe. Excellent passing, great interplay. Netjes, goed voor. Ah, godsamme. Ik geef hem nou gewoon even lekker voor, man. Goeie corner nu. Nu niet goed gekopt. Wat is dit? Jezus. Oh, dit is echt Josti voetbal, ik zweer het. Hopelijk gaan we het zo Europees wat beter doen. Manuel. Manuel wordt neergelegd en we krijgen weer een penalty. Ja. Well, you don't see that very often, do you? But the ref can only give what he sees. Genuine attempt to go for the ball. Well, it is a foul. Martini didn't really seem to get his balance right there before making the challenge. Vente staat er niet meer in, dus die kan hem niet nemen. Die zullen we hem laten nemen. Ja, we laten hem gewoon Abora nemen. Die staat er niet in, man. Bijlo staat er niet in. Ah, Abora is slecht. Waar is Brent? Brent, Abora is slecht. Dan kan hij zijn penalty erin schieten. Nicely played through ball. In quickly. And he's threaded the path through neatly. The shot's on.
Als Bijlo erin had gestaan, had ik hem laten nemen. Maar helaas, er stond er niet in. Goeie voorzet. Ja, heerlijk. 2-0. Goeie voorzet dit. Ja, ik weet niet waar Brent is, man. Hij is er altijd als een Bora er is, maar vandaag even niet. Ja, gelukkig toch ook nog een normale goal gemaakt. Kom op, Manuel. Vechtvoetbal. Wat een kutbal. Jongen. Ja, je mist iedereen die er altijd is. Iedereen is met vakantie, man. Kan er ook weinig aan veranderen. Hansson. Ah! Je moet wel die bal meenemen, lul. Nee, Kasper is niet met vakantie. Dat is waar. Nou, heel veel mensen zijn met vakantie. Harm is net weer terug. Die was gisteren wel even in de chat. Maar Kasper, je hebt al lang niks gezegd. Dus dan missen we je. Dan denk ik van, nou ja, je bent weer weg of zo. Op Hansson. Wat is dit voor paas? Hou hem binnen, Robinson. Ah! Ja, Deen had gewonnen, ja. Ik las het. Duitsland heeft al 6 jaar het EK gewonnen of zo en nu liggen ze eruit. Lekker voor ze. Oh, bijna! Hij zat er bijna in! Wat zonde. Oh, lekker balletje op Smit. Smit, schiet hem er nou in, man. Ja, kijk je met plezier. Zijn het mooie vrouwen of niet? Volgens mij wel, hè. Denemarken, Zweden. Niks mis mee. Nou, Hansson. Kom op, jongen. Hansson. Nee, weer niet. Oh, nog een herkansing. Nee, weer niet. Nou, we hebben in ieder geval gewonnen. Op naar het Europese avontuur, jongens. Kijken of we de volgende ronde kunnen halen. Met ons League One clubje. Ah, we hebben wel 10 likes. Gaat de goede kant op. Lekker bezig, jongens. Bayer Leverkusen 0, Juventus 0. Maak je al zorgen om Ajax, Kasper? Dat ze nog niemand echt gekocht hebben. Atletico Madrid 3, Olympiacos 1, Chelsea 2, Zenit 1. We're not on track. Ja, ik heb net mijn halve jeugd laten spelen, man. Lul niet zo. Wat een gezeik. Portsmouth 2. Eens kijken. Ja, we moeten tegen Legia Warschau. Die staan laatst, hè. En eens even kijken. Ja, we moeten winnen, jongens. We moeten echt winnen. 9-8-8 qua punten. De eerste nummers, de eerste drie. Niet te geloven. Oh. We halen niet de 150, geen idee, man. Feyenoord had 15 miljoen besteed aan 2 spelers en hadden 2, 9 miljoen. Nee, man, Congelo is 15 en Kasdorp 14 of zo, dacht ik. Verkocht. Maar Feyenoord kan niet al het geld dat ze binnenkrijgen gelijk weer uitgeven. Zo werkt dat helaas niet. PlayStation. Ja, wou het zeggen. Ga wat doen. Spelen jullie maar lekker in het groen. Zo, sterkste opstelling op T. We gaan ervoor. Feyenoord heeft geen 15 miljoen aan 2 spelers besteed.
Ik denk dat je St. Juste en Habs bedoelt. Die waren bij elkaar 10 volgens mij ongeveer, man. De beste coach, ja, omdat je erin staat of niet. Ik heb je eerst rust gegeven en nu sta je er weer in. Je vervanger deed het goed, hè? Geen tegengoal gekregen. Je bent een goede mentor voor mijn reservekeeper, man. Oh, we spelen in de sneeuw. Wat vet. Staan er ook kerstbomen langs de kant. Maar we moeten winnen. Maar in ieder geval gelijk spelen. Als we gelijk spelen, zijn we door. Die andere twee kunnen niet allebei winnen. Na de wedstrijd, de persconferentie is goed, man. Bereid me vast iets voor met sneeuw of zo. Dat doet het vast wel goed. Oh, Chaplin. Chaplin, pak die bal. Fuck. Yo, Wesley, alles goed, man. And I think the onus is on the fullbacks to provide the width in this shape. Schiet hem erin, man. Chaplin, goed teruggelegd. Riebemar. Ja, Riebemar. Maak ze gek, Riebemar. Fuck. Lekker touwel. Jammer. The competitive nature of this game, that tackle. It's only a throw-in. Hebben. They've done very well in hebben hem nou. So far, the visiting team. Jongen. And they do have an opportunity already in the group to qualify for the knockout stages. Well, I think if you'd have asked them at the start, they were settled for this situation. Just one point required, but my advice would be to try and win this. Woudenberg, kom op. Doe jij het dan? In this part of the pitch. Goeie voorzet. Nee, is geen goede voorzet. Müller. Lucek. Bijlo in de basis bij Tottenham. Of ik Westerman al heb gekocht? Nee, man. Geen transferperiode. En ik heb geen geld ook. Maar ik vraag me af of het een versterking is, man. Ah, kom op. Oostenrijk heeft van Spanje gewonnen. Vrouwenvoetbal of... Lucia. Op jongens. Here's Kieran Dowell. Some potential in this move. Op Chaplin. Chaplin. Riebemar. Ja! Yes! Westerbal gaat niet komen. Want bijna ik zie dat kan ook niks. Nee. Vrouwenvoetbal, ja. Oostenrijk. Geen idee, man. Dat kennen ze niet. Staat niet voor niks in, wat is het? De halve finale of zo? Is het al? Je gaat naar de halve finale. Waar moeten ze spelen dan? Welk stadion? Ja, Brent. Ah, je moet nu echt je mond houden met Abora, want hij kan niet eens penalty schieten, man. Hij schoot net een penalty mis, de lul. Dus vanaf nu echt geen Abora meer. Het is echt verleden tijd met die gozer. Hij kan helemaal niks. In Enschede. Oh, takken en weg. Waar wordt de finale eigenlijk gespeeld? In de arena zeker. Scheids! Ja, penalty. Ja, maar dat Abora er niet in staat.
Bijlo mag hem nemen, jongens. Hoppatee. Goaltje. Bam. Ireno, je hebt gescoord, man. En je wordt doodgedrukt in het gras. Ze vermoorden je, zag je dat? Afgeleid door een mooie vrouw. Oh. Maar de tribune was leeg, man. Er zat niemand. Ja, zeker goal. Op Riebemar. Schiet hem er nou eens in, man. Chaplin dan. Cerny, Cerny. Lucia. Netjes. Nou, Chaplin. Godsamme, wat gebeurt er, joh? Geen penalty? Jongen, jongen, jongen. Had een penalty verwacht. Oké, ik weet nu al wat... Wat Brent gaat zeggen. Abora is goed. De finale en de halve finale worden in Enschede gehouden. Oh, oké. Okay. Mooi, man. Het is echt wel een redelijk groot stadion. Ik ben benieuwd of het uitverkocht is. Als Nederland speelt wel, denk ik. Maar... Maar gaat Oostenrijk nu naar de finale? Of gaan ze naar de halve finale eerst? Geen idee welke wedstrijden dit waren, man. Hebben. Nee, halve finale gaan ze naartoe. Denemarken was ook al door. En Nederland zit er nog in, dus. Ik weet het al. Nou, Chaplin. Oeh, goede redding, keeper. Halve finale tegen Denemarken. Ah, dat wint Denemarken wel, man. Denemarken is de bom. Lekker Bijlo. Huppatee. Oh, niet goed gelegd. Ja, rot toch op, man. Ja, dat is niet best, man. Engeland en Frankrijk zijn allebei echt goed, volgens mij. Vroeger wel, in ieder geval. Kom op. Kom op, nou. Koop Philips. Ja, ik weet het, man. Ik heb geen geld voor hem. Hij is te duur. Kop Chaplin. Jammer, jammer, jammer. De Oostenrijk is gewoon berm goed. Ah, shit. Abora niet verkopen. Nee, man, ik zou niet durven. Hij is voor opvulling van de selectie. Nou, keepertje, wat ga je doen? Jongen, 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 jongen. Zou het nog binnen ook? Wat Bergwijn. Jammer. Wel een corner, toch? We've got a corner here. That could pose some problems.
Does the quick check on the clock and it. He's got his fist to it. Riba maar. Ah! Waarom schiet je hem nou naast, man? Hoe het met me gaat, goed hoor. Nou, Bergwijn. Woudenberg dan. Geef een goede voorzet. Ah, shit. He's got out there quickly and stopped the ball coming in. Die is voor Clark. On the home bench, a substitute is clearly getting ready. Spelen de wedstrijd gewoon lekker uit, jongens. We gaan gewoon door naar de volgende ronde. Here's a chance to attack. Nee, op die touwen moet je hem spelen, lul. Ja, is goed. Je hebt wel gescoord, hè? Yo, Keanu. Hij is er weer. Alles goed, man. Ik ga wel FIFA 18 kopen, ja, als die uitkomt. Dat is wel de bedoeling. Jij ook. Nou, Woudenberg. Nu dan. Oh, fuck. Ja, gaat lekker, man. Als we deze winnen of gelijk spelen, deze wedstrijd, dan gaan we door naar de volgende ronde Europa League. Nou, we staan 2-0 voor. Zitten beide op, dus moet lukken. En nu hebben we nog geen kans. Ja, ze hebben wel een kans gehad. Moet niet liegen. Maar niet veel. Kom op. Ga die bal nou eens pakken. Lekker voor je, buitenspel. Ha, loser. Nou, Chaplin, doe hem er nou eens een keer in, man. Godver, die gast, die kan echt niet scoren op Europees niveau. Coach van Cheltenham Town, die in de League 2 speelt. Ah, dat is wel grappig. Portsmouth zat ook in de League 2, man. Goed verhaal, Ireno. Ik ben blij dat je blij bent, man. Jij blij, ik blij, iedereen blij. Nou. Gaan we nog maar een wedstrijdje doen? Nee, waarom ook niet? Kunnen we weer met ons B-team? Als die wel fit zijn, tenminste. En als mijn PlayStation niet doodgaat. Hoop dat ik volgend jaar word gekocht. Ja, ik ga mijn best doen, man. Ik hoop dat ik geld heb. Het is al december, jongens. Dus de transferperiode komt er alweer bijna aan. Moet ik wel even kijken voor mensen wiens contract gaat aflopen. Kijk, 4,5 miljoen erbij. Dat is wel lekker hoor. Dat geld kunnen we wel gebruiken. Ga ik jou als eerst kopen? Nou, dat weet ik nog niet. Het zal moeten blijken, man. Even kijken hoor. Spelers die worden allemaal gescout. Waar zijn we aan het scouten? Jij bent belangrijk voor het team. Ja, dat is wel waar, man. Hoewel ik nooit zoveel met keepers heb, om eerlijk te zijn. Want ik krijg nooit zoveel kansen tegen. Maar de part staat er niemand op goal. Nee, dat kan ook weer niet, hè. Je bent mijn aanvoerder. En je scoort penalties. Zoals, je hebt nog geen één penalty gemist, hè. Je hebt ze er allemaal nog ingeschoten tot nu toe. Ga jullie maar lekker in het geel spelen, Millwall. Zo, op. Tweede helft al. Ah, die Til die is weer moe. Hoe kan dat nou, man? Het Hansson maar even. 10.
Even kijken hoor, we zetten gewoon weer een paar andere mensen op de bank. Maakt uit. Smit, oh, die is ook moe. De Lowe er maar op de bank. Robinson, die deed het ook niet onaardig tijdens zijn invalbeurt. Zo, we gaan het zo doen. Beste strafschoppen die er is. Bij clubs dacht ik. Ja man, ik mis echt veel penalties. Dit is echt niet te geloven. Ah, hebben jullie dat de laatste tijd ook man? Dat als je een penalty gaat nemen, dat het balkje af en toe niet naar voren komt. Ik heb het nu al 3 keer gehad. Echt scheidirritant. Dat balkje van hoe hard je schiet, zeg maar. Hoeveel. Kijk, ik ga nu schieten. Dan zie je linksonder in het balkje. Dat komt gewoon af en toe niet. Dat is toch irritant? Maar goed. Niet te veel over hebben. Gaan we lekker voetballen. Tegen Millwall. Met Odubamadi. Oh, jammer. Ik kijk al sinds december. Zou kunnen, man. Ik weet het ook niet meer. Keek je al voordat ik ging livestreamen? Want volgens mij livestreamde ik in september of in december nog niet. Nou, weet ik eigenlijk wel zeker. Beter, dit is ons eigen stadion. Nou, niet dit dan, dit is van Millwall. Maar Portsmouth Stadion zit in de game. Maar een groter, dat denk ik niet. Dat doet FIFA niet aan. Dat vind ik wel jammer, dat je dat niet uit kan breiden. Dat is zeg maar, als je met een kutclub begint, heel laag. En op een gegeven moment weer je de Champions League en dan blijf je in de stadion van 15.000 mensen spelen ofzo. Wat een kutschot. Jongen. Daar mogen ze wel eens verbetering in brengen inderdaad. Dat het stadion uitgebreid kan worden. Ah, kom op man. Ik zou het ook wel cool vinden als trainers voortaan van clubs gaan wisselen man. Want nu ook in die Feyenoord carrière, dan Yo, FIFA. Hey, Irena kreeg ook al geen melding man. Ik weet ook niet wat het is. YouTube deed ook een beetje raar toen ik live ging. Dus misschien hebben ze probleempjes of zo. Waarom Portsmouth zijn eigen stadion heeft? Ja, ze moeten er toch een klein stadion in douwen in het spel. Het is wel echt typisch Engels stadion, zeg maar. Dus vandaar. En Portsmouth is wel een grote club voor de league toe. Dus dat zal ook mee tellen, denk ik. Het is lekker diep gelopen, maar het is gewoon een kutpaas. Hij is te zacht. Jongen. No reason to stop the game for the referee then. And he's read the play well. Wat voor werk ik doe. Ik zit op een service desk, man. Computerprobleempjes oplossen van mensen. Wow, terugspeelballetje. Voornamelijk basisscholen. Dus als je nog op de basisschool zit. Wil ik wel weten welke. Misschien ben je wel klant bij ons. Kan ik je account blokkeren? Windows XP? Nee man. Dat is wel echt heel erg bejaard zeg maar. Is dit een goede bal? Nee, dat is geen goede bal. Jammer. Wat een kutpaas. Komt er niet langs. Jammer. Attacking well here. Kom op Isaac. Ja, lekker. Hè. Hij zit erin.
Je hebt de domste video ooit geüpload. Gefeliciteerd, man. Als dat echt zo is, dan krijg je heel veel kijkers, denk ik. Iedereen wil dat zien. Ik ga kijken straks of Portsmouth is die Premier League. Ja, Portsmouth heeft wel Premier League gespeeld, man. In 2010 of zo. Zo! Mijn hemel. Die schiet hem er even in, of niet? Ja, ze zijn aardig gedegradeerd, man. Kijk eens even, wat een schot, jongens. Ja, daar kan je wel van genieten ook, al is het tegen je. Niet te geloven. Elke club heeft toch een stadion. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Hansen. Nou, kom op. Ja, scheid, jongen man. Ik word toch gewoon vol. Gewoon. Dit is toch gewoon vol hinderen, dit, of niet? Mis ik wat? Coming. Buitenspel. Ja, klopt man. Ze hadden financiële problemen. Krijgt hij hem nog voor? Nee, helaas. Nou, Isaac, deze moet erin. Ja, 2-1. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Zo. Dat gaat even beter, of niet? Kom op, jongens. He's coming forward with some danger. Brilliant football from this team. Lekker. Hansen. Ja, en nu. Maar even terug. Oh, kom in de bal. Kom op, jongens. Trying to switch on the attacking power in this situation. Ik weet nog niet precies wat ik met de volgende FIFA ga doen, man. Sowieso Feyenoord carrière. Ik ga dingen spelen, hoe noem je dat? Die verhaallijn, zeg maar, hoe heet het ook alweer? Ik ben het even kwijt. Zo, goede sliding, mensen. Hoe heet die verhaallijn ook alweer? Ik ben het even kwijt. The Journey, zo heet het. Ja, Journey. Die ga ik doen. En verder. Weet ik nog niet wat ik precies ga doen. Ik wil eigenlijk carrière gaan doen met een slechte club en eentje met een goede club nog. Ik heb 3 carrières ga doen. Ik ga wel FIFA 18 livestreamen, ja, dat is wel de bedoeling. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. Well, the game can be influenced so often by substitutes. The home team. Nou, Odemama, die eindelijk. Keertje aanvallend. Mooi eromheen. Ja, wordt gewoon echt weer vol tegen aangelopen. Kom op nou.
Borussia Dortmund. Well defended, not just getting across. He thought quickly as well. Zo, hallo. Markom, ja, weet niet. Ik zag ook dat de Duitse League, de derde divisie in Duitsland erin komt, man. Dus dat lijkt me op zich ook wel grappig om daar een team te kiezen. Yo, Stijn, alles goed? En dan misschien met Chelsea of zo. Ik ga gewoon een poll houden, jongens. Mogen jullie kiezen wat ik moet doen? Goeie paas. Nee, geen goede paas. 20 minutes of the 90 still to play. Substitution now for the home. We zitten ertussen, Moa. Oh, Mamadi, kom nou jongen. Waarom loop je nou niet door, hè? Oh, die gaat niet allemaal naar voorbij. Kies de club. Attacking now. These two have got a great understanding with their passing. Kom op, man. Ja, de Jupiler League. Het lijkt me ook wel leuk, man. Maar vrees voor niet. Ik denk niet dat er heel veel mensen op zitten te wachten buiten Nederland. En Nederland is niet zo groot. Dus het is niet zo interessant om ze erin te doen, vrees ik. Maar goed, ik hoop het wel, man. Ga ik misschien met de Graafschap of zo. Of Achilles. Zitten die er nog in, Achilles? Wat een kutpaas. Gregory. Really, really exciting game. You can't take your eyes off it. 5 minutes left of the 90. One goal in it. Je komt 8 augustus terug, maar dan moet je gelijk slapen. Niks moet. Hansen. Ah, that's one you'd like to see again. The back heel, brilliant. Good work from the referee. Play on. Odoamadi is slecht, Sanne. Een limited budget. Ja, dat is wel saai, man. He's coming forward with some danger. Here's a chance. Ja, hè. Moa scoort. Nou, Sanne krijg ik nog mee. Moa scoort. Wel via via. Nelson. Oh, heb je het over. Ik ga er in ieder geval mee stoppen, jongens. Dit was mijn laatste wedstrijd voor vandaag. Even kijken wie de man of the match is. Odoamadi. Even kijken hoor. Isaac man of the match. Odoamadi is slecht de laatste tijd. Kan er niks aan doen. Sierhuis, wie is Sierhuis? English Football League 1. AFC Wimbledon 0, Rotherham United 1. Burton Albion 2, Scunthorpe United 2. Bury 0, Coventry City 2. Eens kijken, waar gaan we trainen? Chesterfield 0, Vauxhall 3. Doncaster Rovers 0, Port Vale 2. Fleetwood Town 1, Bradford City 1. Kai Sierhuis. Millwall 1. Zoals kijken, man. Nou, dit zit erop. Northampton Town. Eens even kijken. Notts County 2. Oldham Athletic 1. Sheffield United 1. Oxford United 2. Nou, sta lekker eerste, sowieso.
Ik ga erbij stoppen, jongens. Ik zeg fijne avond verder. Later.